Hallo, ik ben Danny. Heb je een probleem met het geluid of het beeld op je tv? Of wil je hem met je televisie verbinden? In beide gevallen is het nuttig te weten waarvoor dat de kabels die met je decoder verbonden zijn, dienen. Aarzel zeker niet, in geval van problemen, om te checken of ze goed aangesloten zijn. Laten we beginnen met de meest logische. De voedingskabel. Want zonder Ellentrik gaan we niet ver geraken, hè? Het ene uiteinde moet in de decoder, hier. En het andere in een stopcontact natuurlijk. En opdat het toestel aanstaat, moet je ook de on-off knop indrukken. Mocht deze nog niet ingedrukt zijn. Kleine tip, als je de decoder vervangt, gebruik dan altijd de nieuwe meegeleverde stroomkabel. Dan gaan we over naar de kabel met het tv-signaal. Deze stuurt de beelden en het geluid naar je decoder. Deze moet in de ethernet-ingang van je decoder en in een van de gele LAN-poorten van de modem worden gestoken. Als je decoder en je modem verder uit elkaar staan, maak je waarschijnlijk gebruik van een draadloos systeem. Een PLC-adapter, een wifi-extender of een wifi-bridge. Steek in dat geval de kabel met het tv-signaal in de ethernetpoort van dit toestel. Meer informatie over de verbinding via deze toestellen kan je vinden door te klikken op de link die nu verschijnt op het scherm. Laten we nu je decoder met je tv verbinden. Deze verbinding kan enkel via een HDMI-kabel. Steek deze hier in je decoder en in een van de HDMI-ingangen op je tv. Opgelet, om beeld te hebben, dien je via de afstandsbediening van je tv het invoerkanaal van de HDMI-poort waarop je decoder is aangesloten te kiezen. Druk hiervoor op de EXT of Source-knop van de afstandsbediening tot je beeld hebt. En dat was het dan. Ik hoop dat deze video je geholpen heeft. Mocht je nog met andere vragen zitten, bekijk dan onze video's of surf naar onze supportsite. En geniet nu maar volop van Proximus TV. Tot ziens!